Ik ben Claudia. Ik heb 3 honden, 2 labradoedels en een poedel. Roby, dat is de oudste en een heel speciaal hondje. Yindi en Stanley. Wij hebben 6 jaar geleden gekozen voor een labradoedel, omdat mijn man allergisch is voor honden. En wij zoiets hadden van, wat voor hond kan je daarbij? En bleek een labradoedel heel geschikt te zijn voor mensen die allergisch zijn. Achteraf bleken poedels ook allergievriendelijk te zijn. Maar mijn man wilde de eerste keer niet met een poedel over straat lopen. Vandaar dat we eerst voor een labradoedel hebben gekozen. Wij waren een van de eerste mensen met dit ras en we hebben heel veel leuke reacties op gehad. Mensen dachten dat het een grapje was, natuurlijk labradoedel is een beetje een vreemde naam. Mensen dachten van, het is een grapje. Op het moment wordt labradoedel nu een beetje een modehond. En dat vind ik wel erg jammer, omdat ze dan niet voor het karakter van de hond kiezen, maar meer om de naam. De typische labradoedel eigenschappen zijn, ze zijn zeer intelligent. Ze kunnen heel goed manipuleren, het zijn honden met humor en zijn altijd gezellig en vrolijk. Roby is echt de leider hier in huis. Roby is echt de baas. Als er wat misgaat buiten, als de andere twee iets doen wat zij niet wil, dan corrigeert ze ze gelijk. En als we achter naar buiten gaan, dan wil Roby altijd als eerste buiten zijn. Ja, Roby is echt de prinses op de aarde, zeggen we altijd. Het moet zo gaan als zij wil het liefst. En zij bepaalt graag dingen. En wij hebben een milieuvriendelijke hond. Roby die verzamelt vuil van de straat. Dat neemt ze mee naar huis en dat gooien we thuis in de vuilnisbak. En met dit ras moet je heel erg actief zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. We gaan 3 keer per dag met de honden wandelen. En elke dag gaan we 1 moment frisbee, zwemmen, met de bal spelen, op het zand spelen, noem maar op. Mijn honden zijn heel erg belangrijk voor me. Ik doe alles met ze. Ik zie ze eigenlijk als een soort kinderen. De honden maken me altijd aan het lachen als ik uit mijn werk kom. En er is wat geweest dat ik niet naar mijn zin heb gehad, dan word ik gelijk vrolijk als ik hen zie. Ik moet er niet aan denken dat ik geen honden zou hebben.